Hallo mensen, welkom terug in een nieuwe video en welkom terug in Assassin's Creed Syndicate. We gaan vandaag weer verder, het is alweer een paar weken geleden sinds de laatste video. Maar, ja, zoals ik net ook al zei, we gaan nu gewoon verder. En in de vorige video, als ik het me goed kan herinneren, hebben we Whitechapel veroverd. Woo! En toen zijn we met, was het Benjamin Franklin? Niet Benjamin Franklin, die komt uit Amerika. Degene die de telefoon heeft uitgevonden, ik weet even zijn naam niet meer. Toen zijn we hier naartoe gegaan, naar Westminster. Naar de Big Ben. En die kan ik jullie nu wel laten zien. De Big Ben. Hij is heel groot. En toen hebben we daar een missie moeten doen. En nu krijg ik hier loot 200 metal components. Air assassinate a guard from a zipline. En dat is dus aan de andere kant van het water hier. Aan de andere kant van de Thames. Dus dat ga ik als eerste maar even doen. En dan ga ik gewoon weer één of twee missies spelen. Het lijkt wel alsof die boot echt heel snel varen. Of ligt dat aan mij? Nee, volgens mij varen ze echt gewoon heel snel. Ik vraag me af of ze vroeger echt zo snel voeren. Als het zo druk was op het water. Want het is gewoon echt heel druk op het water. Overal liggen boten. Ik heb echt alleen geen idee meer hoe je de zipline moest gebruiken. Ik ga even kijken of ik daar een tutorial over kan vinden. Ja, ik weet het weer. Je moest kijken. Wanneer LB linksboven kwam een tekentje van te zien. En dan moest je op de linker bumper klikken. Oh fuck, daar zijn de blighters. Ik heb niet zo heel veel zin in blighters nu. Oeh, Southwark, daar ben ik nu. Ze zeggen level 5. Ik ben, dacht ik, iets van level 2 of 3. Telde dat? Oh! What? Holy shit. Ah, shit. Waar vandaan? Waar vandaan? Waar vandaan? Daar vandaan. Oké, loot. Oké. Nu ben je toch echt al gewoon al dood hoor. 200 metal components. Nou, hopelijk krijg ik dat allemaal van deze twee plekken. Assassination. Oké, mooi. De politie staat aan mijn kant. Oh, shit. Heb ik nou net de politie? Volgens mij heb ik net een politieagent vermoord. Oh. Dat is wel heel veel moeite voor die gozer. Crafting. Oké. Oeh, leuk. Craft new gear and tool upgrades in the inventory and crafting menus. Find unique resources and crafting plants in hidden chests. Income activities, especially robbing cargo from trains, carts and boats, provide large amounts of crafting resources. Oké.
Aha, upgrades. Ik ga denk ik als eerste voor de die. Alleen is dat gelokt. Wat kan ik allemaal? Oké, ik kan deze eerste twee hier. Strong knife upgrade ga ik daarvoor. Craft. Oké. Dead as a doornail. Smells like a drowned sewer rat. Oké. Oeh, ik ga nu de politie even duwen. Murder! Oké, ja, gezien zij nu over moord gaan praten. Ga ik maar even weg? Zij willen nu dat ik een knop indruk. Maar dat is een knop die ik niet heb. Dat is namelijk volgens mij het Xbox logo. Maar goed, als we even in de map gaan kijken. Dan ga ik even op zoek naar de volgende missie. Die ik niet kan vinden. Oh, craft smoke bomb. Had ze dat niet even eerder kunnen zeggen dat ik die moet doen? Oké, ik kan ook gelukkig dat wel doen. Ik zat te denken, waarom krijg ik geen missies? Maar dat komt doordat ik nog iets moest doen. Reach Bell's Workshop. Ah, dat is het. Alexander Graham Bell. Dat was de naam. Die ik daar echt zocht. Oké, ik ben bij Alexander Graham Bell. Zijn workshop. Ah, Miss Fry. I was just showing Jacob the first message was received via the mended lines. Oh, you can keep the rope launcher, by the way. We've managed to procure another one for your brother. Excellent work. Thank you, again. You're very welcome, Mr. Bell. We can now defend the principle of impartial news and free speech. Free is fair, but free and brief is far better. Ha ha! Ah, Fry, such caustic wit. And on that note, we must depart. Oh, good fortune to you both. Call on me, anytime. Volgens mij vindt hij er wel leuk. Maar goed, dat was sequence 3. Ik wist niet dat we nog steeds met de hoofdmissie bezig waren. Maar ik heb nu alles gedaan, dus ik krijg hier nu vet veel geld en XP voor. Dat is wel heel handig. Dus hopelijk krijg ik nu nog een leuke missie. Now that we've finished with that distraction. Sorry. Who is that? Oh, you mean you don't know? Beautiful train you got here. Miss McBean was just telling me all about her. Name's Ned. How do you do? Ned Weinert. I won't take up more of your time. If you want to learn a thing or two about the finest transit systems in the world, you can find me at this address. Let us return to locating the Peace of Eden. Yeah. We need to reclaim London from Starrick. Who are my targets? It's not time for that yet. I didn't come to London to hunt curios. First understand the dance, only then become the dancer. Oh, so you're taking over where Father left off. Someone has to. Evie, finding the precursor artifact will give us an insight into what the Templars intend. Jacob, I have information about Starrick's associates that should be of use to you. Here. Dat is gewoon een heel netwerk uitgezet, joh. Tutorial. Conquer London. Use the assassination wall in the train hideout to track the next Templar target. Expand territory by completing conquest activities. Complete associate activities to earn money, crafting resources and unique rewards. Oké. Dus ik moet gewoon dingen gaan doen. En toen crashte het spel. Oké. Ja, dit gebeurde voordat ik ging opnemen, gebeurde het ook al heel erg veel dat Assassin's Creed crashte. Gewoon wanneer ik het spel opstartte. Dus volgens mij is er iets meer aan de hand. Ja, ik heb deze video nu niet zo heel veel gedaan. Volgens mij was ik pas iets van 10 minuutjes bezig. Maar een heel groot gedeelte daarvan gaat ook weggeknipt worden, denk ik.
Maar ja, ik ga dus even kijken of ik Assassin's Creed kan fixen. Maar tot die tijd wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken van deze video. En vonden jullie deze video dan alsnog leuk? Laat even een like achter en subscribe ook. Ik zie jullie wel weer in de volgende video. Ciao!